Kom op. Kom op. Hij heeft zoveel HP nog. Of toch niet? What the fuck? Oké dan. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Assassination. We gaan vandaag weer eens een keertje lekker Assassination spelen. Mocht je er natuurlijk zin in hebben, klik natuurlijk al eens even die like aan. Bij voorbaat dank. We gaan vandaag kijken of wij heel wat kills kunnen maken natuurlijk. En of we natuurlijk uiteindelijk onze gear kunnen upgraden naar eventueel Diamond. Op het moment hebben we Full Iron en we hebben een Stone Sword. We hebben een ietsje pietje coins. Dat kan natuurlijk veel meer worden. Dus wij gaan eens even kijken wat wij er vandaag van kunnen maken. Met name ook omdat het natuurlijk is aangevraagd door heel erg veel kijkers van Duff. Zou je weer eens een keertje Assassination willen spelen? Nou ja, sure. Ik wil best eens even gaan kijken of wij vandaag eens eventjes wat mensen kunnen in elkaar kunnen stompen. En of we dan toch wel lekker de gear weten te verzamelen. We zien in ieder geval iemand met iemand anders in gevecht. Ik ga hem er lekker in mengen. Fuck it. Kom op. Ga dood. En beam. Hoppatee. Die is dood. Nou jou nog. Je hebt sowieso ook al damage gepakt, dus jij bent ook sowieso bijna dood en hij rent de shop in. Oké, logisch op zich, ik kom natuurlijk erin mengen, maar nee, goed, dan rennen we ook weg. Dan rennen we gewoon lekker weg, hoppatee. Wat is eigenlijk voor shop? De food shop. Hebben we nu niet zo heel veel aan, want we hebben geen eten nodig, hallo. Hoor je vechten? Nee, die rent ook meteen weer de shop in. Dan zien we hier nog iemand, hoi. Heb jij iets voor mij? Ah, kom hier, kom hier, kom hier. Ah, bam. Oké, die heb ik gekilled, right? Ja, die heb ik ook gekilled. Nice, oké dan. Jij rent toch weer een shop in, yup. Ja, vechten. Nee, je rent ook een shop in. Oké, goed. Dan kunnen we weer door. We hebben net wel een aantal lekkere kills opgeraapt. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen. We moeten wel even de boel in de gaten houden in onze back. Wat iemand gaat doen natuurlijk. Maar het ziet niet uit dat iemand achter ons aankomt. Dan kunnen wij nu deze kant op. Dan gaan we hier naar boven klimmen zometeen. En eens even kijken of we deze kerel hier kunnen pakken misschien. Want waarom sta je er bovenop? Huh. Haha. Waarom? Oké, hij rent nu deze kant op. Hallo. Kom maar eens even hier met je chain gear. Never mind. Ik zie... Oké, dat is niet hetgeen waar ik op had gehoopt. Maar goed, beter iets dan niets. Ik weet niet waar deze man helemaal naartoe gaat rennen. Gaat hier een shop in zometeen? Ja, die gaat een shop in. Oké, goed, pakken we deze kist nog even bij. Hoppatee. En kunnen wij weer door. Ondertussen flikker ook even wat stuff weg wat we toch niet nodig gaan hebben. Die sowieso niet. En kijken of we onze inf een beetje kunnen opvullen alvast. Want dat zou wel handig zijn. Ja, dit ziet er redelijk oké uit. Hoppatee. Oké, we zien hier iemand. Hallo. Dit zou toch een free kill moeten zijn, right? Dit zou een free kill moeten zijn. Blijf eruit en hop, bam en beam en hopsatee en dood. Oh shit, oh wacht, nee, je hebt helemaal geen diamond gear. Ik dacht even diamond gear, maar je hebt helemaal geen diamond gear. Dat is gewoon nep. Dat is gewoon freaking nep as fuck, mate. Dus niet zo stoer met je diamond gear, want dat is nep. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, rennen nu, rennen, 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 rennen. Oef. Oké, nu kan het heel erg moeilijk gaan worden. Zeker met ons HP en het feit dat we natuurlijk moeten eten. Dus ik moet zo meteen naar beneden gaan springen. Dan hopen dat ik het overleef en een shop in weten te komen. Dat gaat moeilijk worden, dus let's freaking go. En... Oei, oei, oei! Een half hartje en we zijn dood. No! Are you kidding me? Een half hartje en we zijn dood. Damn it! Oh man, we waren zo dichtbij de overleving. Toen hadden we helemaal niks meer. God dang it. Als ik wist eten, of course, dan had ik natuurlijk regen gehad. En als ik dan regen had gehad, ja, dan kon ik, of course, nog iets terug doen, zeg maar. Maar omdat ik ook geen eens meer regen had, ja, dan wordt het natuurlijk wel heel erg lastig. Zoals deze fight ook heel moeilijk worden op deze manier. Want zit iemand bij? Oké, die tikt hem nog gewoon even af. Zo van, yo, niks aan hand hier. Ga dan zelf ook. Ga dan. Oh, krijg je een free kill. Oh, shit. Oh, 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 never mind. Oh, boy. In ieder geval wel iemand met diamond gear daar. Oh boy. Komt hij naar mij? Nee, toch? Nee, die gaat achter hem aan. Oké, goed. Dan gaan wij lekker deze kant eventjes op. We laten ze even voor lekker voor wat het is. Wij gaan wel gewoon de kills zoeken wat dat betreft. Anders gaat hij helemaal de goede kant. Oh. Dat dus. The Mon met Diamond. Fuck. We gaan spannen bij het Colosseum. Oh, dan span je er ook echt in. Nee, maakt het misschien zoveel uit. Oké, we gaan deze kant op. En we gaan eens even kijken of wij dan... Ja, hier ergens iemand dan maar kunnen killen. Beter eigenlijk iemand met veel coins of iemand met redelijk wat gear. Dat zou wel erg fijn zijn. Maar, moet je natuurlijk... Oh, wacht, we zien hier iemand. Moet je wel natuurlijk tegen zien te komen. Wat heb jij? Jij hebt sowieso coins op zak, man. Ik voel het. Oh, oh, oh. Oké, kom op. En nou, we staan nu voor mij zo'n beetje gelijk qua hits. Maar nu staat die weer voor. En goed ook. En we hebben hem dood. Oeh, nou is oké dan. Die had zeker coins op zak. En ook niet zo'n beetje ook. Wauw. Dan gaan wij linea recta nu naar de
gear shop toe. Oh shit, daar komt iemand aan. Oh, daar is ook iemand. No. Oh, oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee, ze komen achter mij aan. Oh nee. Oké, okay, rennen, rennen, rennen. De gear shop zit namelijk rechts van de... Van, oh shit, van de food shop. Dus we moeten nu al door. Terwijl hij speed waarschijnlijk heeft ingenomen. Dus ik denk dat wij zometeen weer dood zullen zijn. Dus ik denk dat wij denk ik maar eerst naar de armor shop moeten gaan. Of naar de food shop moeten gaan rennen. Zijn we tenminste veilig in de food shop. Kom op. Kom op, hou vol. Hou vol. Hou vol. En we're safe. Oeh. Oké dan. Wie had dat gedacht? Dat we toch nog safe zouden zijn in een fucking food shop. kijk wat we hier dan even voor iets kunnen kopen. Ja, op zich, we hebben... Ik heb dat geld echt nodig om natuurlijk gewoon iron gear te kopen. Dit is gewoon way too risky. Ik moet ook gewoon nu gaan rennen. Ik bedoel, ik kan wachten in die shop. Maar ja, weet je, mensen zullen toch wel achter me aankomen. Dus we kunnen maar beter gewoon gaan rennen voor de armor shop. En proberen armor te bemachtigen. Als het lukt, zou het natuurlijk enorm chill zijn. En zo niet, dan wordt dat heel moeilijk. Nou, dat gaat niet lukken als we natuurlijk een hacker tegenkomen. Oké. Oké. Dat is wel natuurlijk de confirm van, oké, hackers, ze zitten nog steeds in de game. Want we komen ze letterlijk gewoon vol tegen. Dat is jammer, moet ik zeggen. Dat is jammer, want het ging zo lekker. Het ging zo lekker van de mensen die we tegenkwamen, die gewoon lekker aan het spelen waren. Nu kom je zo eentje tegen. Maar goed, er was iets met de emo Eskimo, dus daar moeten we gewoon eventjes voor oppassen. En voor de rest, hopelijk valt het mee en kunnen we nog gewoon wat gear zien te verzamelen. En volgens nog hebben we wel even een hard time. Echt waar, we hebben echt even een hard time. Doei. Ain't got no time for that bullshit. Oh, het is hoog. Wow, wauw. Oké, nail dit. We pakken dit erbij. En loopt hij nou hier beneden? Ja, hij loopt hier beneden. Jammer joh. Jammer joh, ik zit lekker hierboven. Ik zit lekker veilig. Hop, ze vlots. En we kunnen weer door. Terwijl die hacker hier zit. Oeh, die hacker zit achter die kerel met de diamond aan. Oef. Oef, pas op jongen, pas op. Pas op met die hacker. Wij rennen gewoon lekker deze kant op. Hier nog iemand met diamond gear, daar hebben we niks aan. Iemand met iron gear? Oeh, als ik jou weet te killen, zou wel heel ziek zijn, of course. Ik zou echt heel ziek zijn. Maar dan moet je wel heel goed hitten, wil ik jou zien te killen. Waar ben je hier? Oh, hij heeft ook nog een iron sword. Damn it. Oké, ik moet rennen nu. En kom op. Kom op. Hij heeft zoveel HP nog. Of toch niet? What the fuck? Oké dan. Ook freaking K dan. Nu wordt het heel erg lastig voor mij om natuurlijk een shop te behalen met 1 HP. Dan denk je van, duf, ga eten. Maar nee, ik ga nu niet eten, want dan komen de mensen dichtbij. Ik ga nu wel eten. En ik ga nu rennen. Go, 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 go. En op naar de shop, 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 shop. Ah! Oeh! Nail dit. Oké dan. Dat ging... Ja. Ja. Dat ging... Ja, goed. Kijk ons gear setje, gek. Holy freaking shit. Dat is freaking insane. Ondertussen douwen we eventjes dit gear allemaal weg. Want dan gaan we toch nu niet gebruiken. Die gaan we niet gebruiken. Die ook niet. Die mag van mij ook allemaal weg. Eten hebben we ook inmiddels meer dan genoeg. Wel, we moeten echt even gaan eten nu. En zo moeten we eigenlijk ook even de shop in en uit gaan rennen. Voor de... ik weet niet, dat werkt van, wat mij betreft altijd beter om wat minder snel food te verliezen. We moeten even snel blijven eten. Gewoon een diamond helm krijgen van iemand. Dankjewel voor de diamond helm. Hoppatee. Oh, het is ja, is natuurlijk helemaal niet nodig mensen doen. Maar als je doet, dankjewel. Of course, shout out naar jou voor le diamond helm. Kunnen we verder nog iets kopen? Nee, eigenlijk hebben we ook verder helemaal niks nodig hier. Dankjewel. Hoppatee. Even kijken of iemand bij ons achter ons aangekomen. Hallo, wil jij vechten met mij? Wil je vechten? Ga dood dan. Hoppatee. En beam. Die is ook weer down. Nice. Oké dan. Het enige wat we dus nu hoeven te doen is een beetje op te passen voor die emo guy. En volgens mij zijn we voor de rest redelijk Gucci. Dan is denk ik nu van belang dat wij, ik denk, een aantal speedpots zullen gaan halen. En tegelijkertijd ook nog eens een keertje wat strength bottles. En als we natuurlijk een iron sword hebben, dan kunnen we volgens mij mensen bijna... 2 hitten als we beginnen met een crit volgens mij. Dus dat is best wel veelbelovend. Dus laten wij langzaam de kant op gaan van de botels. En dan hopelijk een beetje geluk hebben hier en daar. Oh shit. Oh, oh, oh. Oké. We zien hier rechts mensen. Natuurlijk zien we rechts mensen. Want die is hier in een shop in de buurt. Jij klimt daar naar boven toe. Wat heb jij? Verder helemaal niks. Oké. En dan komt er ook nog iemand achteraan. Ho, hoi. Oh, moet je wel hitten. Heb ik niet zijn gear net gejat van hem, zeg maar, als het ware, dat ik hem killde? Ik heb werkelijk geen idee. Ik weet wel dat hij dood is. En dat we wederom door kunnen. Hoppatee. We zien daar mensen allemaal beneden. Daar zouden op zich free kills kunnen oprapen. Maar waar rennen die mensen helemaal heen? Dat is ook alweer de vraag, of course. Ja, ja, kom hier. Kom hier met je koningshoofd op je achterhoofd. Hoi. Ja, jij moet dood. En beam, hoppatee. Komt iemand weer in de back? Oké.
Als het goed is heb ik genoeg HP om weer aan te kunnen. Dus dit hoeft geen probleem te zijn. Hoppatee, die is weer dood. Nice. En we kunnen door. Ik dacht even dat ik fall damage om me heen hoorde van... Yo, iemand komt heel dichtbij me. Maar het valt op zich mee. We zien die mensen. Even kijken of course wat hier gaande is. Zullen we dan teamen? We mogen niet teamen, jongens. We gaan niet teamen hier. Nee. Nee, dat wil ik niet zien. Oh, damn it. Ik sla hem naar voren en... Oh, shit. En die is dood. Ik weet niet of hij door mij dood ging. Het antwoord erop is nee. Die ging niet dood door mij. Maar hij is wel dood. Dus dat is ook wel belangrijk. Man freaking down. We zien hier ook weer mensen bij elkaar. Ik laat ze denk ik even wat het is. En ik klim gewoon hier naar boven toe. En we gaan gewoon lekker naar de potion shop toe. Hoewel we zien hier wel een potentieel slachtoffer die we of course nog wel even willen gaan aanvallen. Want ja, kijk jouw gear en alles erop en eraan. Dus, jij moet gewoon dood. Hoppatee. Bam, nail dit. Oké, dan. En we kunnen wederom door met heel wat coins op zak naar de potion shop. Oh, hij spant gewoon hier. Hoi. Ja, dat is vervelend, hè. Die rent meteen weg. Ik moet zeggen, oké, we zijn één keer een hacker tegengekomen. De focus wat dat betreft is, nou, nihil, wat fucking chill is. En we leven ook nog steeds, wat helemaal chill is. En we hebben al best wat kills gemaakt. En we hebben een zeer nice armor setje. Of course, het moet binnenkort wel worden geüpgraded. Maar vooralsnog gaat het redelijk. Even kijken, we kunnen hier natuurlijk ook nog even potions kopen. Ja, hoeveel coins hebben we? 300. Oké, we kopen wat van die, kopen wat van die. En streng voor 3 minuten, streng voor 8 minuten. Dus plus 3 attack damage, plus... Deze snap ik niet, waarom... Oh, deze is 500 en deze is 200. Oh. Maar uiteindelijk uiteindelijk boeit het dus voor geen meter. Maar we nemen gewoon wel even lekker deze, want we kunnen niet anders. Hoppatee. We moeten nu wel even heel snel de shop uit, anders... Shit, we moeten eerst gaan eten nu. Anders kunnen wij... We kunnen die al niet eens betalen. Ik denk ze al te kijken van wat is het verschil. Maar het verschil is... Niks meer en niks minder dan alleen maar het feit dat de ene langer duurt dan de ander. That's it gewoon. Oké, zit die mensen. Die neemt nu meteen een bot in. Ja, dat is jammer joh, want ik ga nu niet naar buiten toe. Want ik eindig hier de video voor vandaag. Mensen, ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Assassination. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes te liken, te reageren, te abonneren. En ik hoop natuurlijk allemaal te zien bij het vervolg van Assassination. Bij de volgende video. Later mensen.